Mijn naam is Soufiane Touzani en naast mij staat Kiao Scherpen. Wees scherp. Okay. Deze man is 19 jaar, de nieuwe keeper van Ajax. En volgens Wikipedia is hij 3 meter 2. Klopt dat? 3 meter 4. 3 meter 4. Nee, FC's, hoe lang ben je? 2 meter 4. Ben je een mens? Reus. Sta je uit? Reus. Een vriendelijke reus of een stoute reus? Kan wel vriendelijk zijn. Wat is je schoenmaat? Dat weet ik. Nee, ik vraag het maar. Ik wil niet weten. 2 derde. Sta je lekker? Ben je een beetje gul? Ik zeker, denk het wel. Zeker. Ik zie er ook op staan. Absoluut grip. Absoluut grip. Absolute. Hier word je een topkeeper mee. Ja, deze moet je hebben. Wil je deze nou winnen? Heel simpel. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. Doe een blauw duimpje omhoog en laat in de comments weten waarom je van deze man van 8,5 meter volgens Wikipedia deze handschoenen verdient. Ja, ik heb deze man uitgedaagd en hij zei, geen probleem, deze uitdaging neem ik heel graag van je aan. En wat is die uitdaging? Heel simpel. 5 penalties, 5 keer schieten vanaf de 16 meter en 5 keer een 1-op-1 situatie. Makkie. Ja, dat zei je ook op de WhatsApp. Ja. Dat wou ik even laten weten, dat wij WhatsAppen met elkaar. Hey, 5 penalties, per gestopte penalty 100 punten. Per 1-op-1 situatie 50 punten. Per 16 meter 25 punten. Hoeveel penalties ga je stoppen? Penalties 2. 2 ga je stoppen, dus dat is 200 punten. 16 meter 3. 16 meter 3. 1-op-1 ook 3. Dus 275 punten met de 16 meter plus 1-op-1 ook 350. 150 plus 275 is... 4,25. Je hebt laatst strafwerk gehad bij Ajax. Als ik ze alle 15 maak, dan ga jij 100 keer schrijven. Touzani TV is het mooiste YouTube kanaal van de wereld. Round 1. Hij zegt succes, voor wat? Fair play, respect voor elkaar. Ik heb geen respect voor hem. Als ik verlies, heb ik respect voor hem. Ik moet zeggen, dit is niet mijn sterkste onderdeel. Ik heb niet genoeg kracht. Maar ik ga gewoon proberen hard te schieten, hard in de hoeken. Die had hij ook gewoon gehad als hij tussen de palen was. Maar goed, ik moet echt hier aan gaan werken. Grootste vriend. Kiao is super scherp, maar wil je nou dat ik een andere keeper uitdaag? Laat het dan weten in de comments wie ik moet uitdagen. Ik heb gehoord dat jij bent begonnen met keeper, omdat je vroeger op het pleintje altijd als laatste werd gekozen. En degene die als laatste wordt gekozen, wordt altijd naar het goal gestuurd. Nee man, nee. Ik was eerder altijd linksbuiten. Serieus? In de F's, E'tjes. En toen keeper. Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. Ja. Eerste training. Die ik met mijn handen in mijn zakken, vond ik het koud. Dus toen dacht ik, doe maar een paar handschoenen aan. Dus iets warmer. Nou ja, goed. Hier zitten we dan. Round 2. Heel de avond is huiswerk gedaan. Voor niks. Als hij gestrekt gaat, dan moet je ook echt weten dat het gewoon een goed schot was. Hè? Ik spaar mezelf nu een beetje, maar... Ah, die was dom. Die was dom, zeg. Ah, die was dom. Die was dom, zeg. Wie is nou echt jouw grote voorbeeld als keeper? Heb je dat? Nou, niet echt. Ik heb het meer, ik kan wel een beetje vergelijken denk ik, qua lengte en zo met Courtois. In dat soort dingen, maar niet echt een voorbeeld of zo. Nooit gehad, ook niet als kleine jongen? Ja, als kleine jongen wel naar Van der Sar en naar Casillas. Round 3. Ik ga parken.
Ik ben een pannig. Kijk mijn lange benen, het lukt niet. Gewoon deze. Ja, niet. Scheiße. Hoeveel wedstrijden heb jij nu gekiept in de Eredivisie als 19-jarige jongen? 30. 30. Zijn er andere keepers geweest van jouw leeftijd die zoveel wedstrijden hebben gespeeld? Volgens mij niet. Volgens mij niet, zeg je. Ik denk het niet. Ik vind dit echt zo'n quizvraag. Dat als je dat goed hebt geraden in de comments, dan krijg je van mij gewoon een trainingspak naar keuze. Is dat een goed idee? Laat weten in de comments. Ja? Toe, za. Ze hebben moeite als je heel lang wacht, maar ook elke keer een andere hoek uitkiest. Dan weten ze het niet meer. Dat heb ik uit betrouwbare bron gehoord. Van al zijn collega's. Maar als jij deze elke keer speelt zo, dan ga je bij die andere 6 scoren. Huh? If you look, I'm gonna win. If you don't look, I go earlier. And if I go earlier. Oké, let's try something. Bij die laatste, je hebt een gevoel dat je wil gaan, maar omdat ik nu weet dat jij wat langer gaat wachten, probeer ik ook langer te wachten, maar ik kom gewoon niet meer weg. Hij heeft het. Gewoon chippen. Chip Jean. Wat is jouw ambitie? Laat me beginnen met waar wil je nog echt beter in worden? Ja, in mijn bewegelijkheid, zeg maar. En nog sneller reageren op dingen die ik niet verwacht. Dus ook een beetje dit lange lichaam nog meer onder controle krijgen. Dus ik denk dat daar nog wel wat stapjes in gezet kunnen worden. De spiermassa bijvoorbeeld? Ja, ook vooral nog in de benen. Het bovenlichaam is al een stuk vooruit gegaan, maar het kan gewoon een buffertje worden. Wat is je ambitie uiteindelijk? Engeland lijkt me wel echt voor mij ook wel weggelegd. Do you speak English? A little bit. Do you know where I go? Yes, man. Round 5. Het is tijd voor FC Gun Iets. En je kon vorige keer de handschoenen winnen van Lars Unerstal. En de winnaar komt nu in beeld. Je mag een joker inzetten. Eén van de drie mag opnieuw. Penalty, 16 meter of 1 op 1. Ja, ga gewoon voor die panel. De meeste punten scoren. Ja? Je gaat spijt krijgen. Hey, sorry Lars, ik heb jou geen joker gegeven. Ik weet dat je niet meer met mij wil interviewen, maar ja, het is maar zo. Ik heb gelukkig in ieder geval een dag met jou gechilld. Die regel hebben we nu pas bedacht, sorry. Bruh. Hij doet alsof hij hem gestopt heeft. Ik heb hem gewoon slecht geschoten, hoor. Hij is helemaal daar. Ja, ik wou hem in de... Ik dacht hij gaat dezelfde hoek naar, dat klopt. En toen dacht ik doe hem hoog in de kruising. Maar dat was iets te hoog. Laten we zeggen, met joker sta jij bovenaan. Ja, maar YouTube is tijdloos, dus misschien sta je helemaal niet meer bovenaan over een jaar. Voor nu wel. Voor nu wel, nu ja. Hier staan. Grote vriendelijke reus. Vond je de video tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte keeper meer. En voor een andere video, klik hier.
en een andere video. Klik hier en een dikke SO naar Kiel Scherpen. En oh ja, we hebben nog een liedje voor hem. Kiel. Hey. Fuck. Hoe is het? Ik geef je microfoon terug.